Ik zal de deur dicht doen. En daar zit hij. Hoi. Succes. Hoi. Zo, nu de sleutel vast. Gesloten. Dus we zitten nu een half uurtje in het glazen café in Bornebroek. Hoe voelt het? Ja, weer bijna als thuiskomen. Nee, niet echt. Maar het is wel heel leuk om hier in de studio te zijn en radio te maken. Tot 12 uur vandaag gaan we met z'n vieren volhouden. En vervolgens krijgen we stinten of ploegendiensten van 3 uur de man. We zitten altijd met z'n tweeën bij elkaar en zo slippen we elkaar de uurtjes door. Van 3 uur, en hoe doen jullie dat met slapen en douchen, dat soort dingen? We hebben echt hier rechtboven het café is een ruimte waar wij al onze slaapspullen hebben neergelegd en waar we ook slapen. En daar is ook douche, wc, dus daar kunnen we wel heen. Tussen de bouwhekken door, buiten kunnen we daar heen gaan om te slapen. Verder mag je niet? Nee, we zitten wel echt opgesloten. En voor de shakes, hebben jullie daar nog speciale dingen voor in huis gehaald? Want ze eten alleen maar shakes. Ja, ze krijgen alleen maar de shakes. Speciale dingen. Nou ja, goed, alles wat dus in een shake kan. Heel veel groenten, fruit, melkproducten. De jongens moeten het natuurlijk wel vol kunnen houden. Dus, en dat staat allemaal klaar, ja. Hoe kunnen mensen geld doneren? Ja, dat kan op verschillende manieren. Wij maken hier natuurlijk radio en dan kun je verzoekjes aanvragen. Die kun je dit jaar indienen via sms of WhatsApp naar nummer 06 25 25 1590. En ook op Twitter en de Facebook en de website glazencafébonnebroek.nl staat uitgelegd hoe je kunt doneren. Maar dus ook via een verloting, via de veiling items kopen, meedoen met activiteiten. Zo steun je ons en samelen geld in. Contant geld, welkom. Ja, zeker. Je kunt hier bij de brievenbussen in de studio, zowel van buiten als in het café, kun je geld doneren, ook wel voor een verzoekje. Jullie doen ook belangeloos mee? Want eigenlijk wel. Want van elke verkochte consumptie gaat 15 cent ook naar het glazen café Bornebroek. Dus, en in de voorbereidingen voor de jongens zijn ook de consumpties voor een groot deel gesponsord. Ja. Vorig jaar hadden jullie als goede doel Rode Kruis. Wat hebben jullie nu? Wij hebben dit jaar gekozen voor lokale doelen. Onder andere de AED's. De AED's heeft geen eigen vereniging of stichting daarachter zitten. En dat wordt eigenlijk door sponsoren altijd onderhouden en bekeken en bepaald. De RKSV Bornebroek is altijd wel een goede. Het jeugdkamp voor de RKSV en de Sint-Cecilia. En we hebben nog een aantal meer. En die zijn te vinden op onze Facebookpagina en op onze website glazencafébornebroek.nl. Vorig jaar was de opbrengst 12.000 euro, geloof ik. Wat verwachten jullie dit jaar? Ja, ik hoop dat we dat dit jaar natuurlijk zeker weer gaan halen. Al dan niet meer. Want hoe meer geld we binnenhalen, hoe meer van die goede doelen we ook kunnen steunen. Het is helaas nog niet gezegd dat ieder goed doel geld krijgt. Dat is echt afhankelijk van hoeveel we op gaan halen. Er wordt ook een veiling gehouden. Daar hebben jullie al wat items voor aanwezig, waarop geboden kan worden. Wat heb je zo al? Ja, we hebben al een lijst van een goede 70 items voor de veiling. En dat gaat van spulletjes van FC Twente tot een kinderwagen van de BMW. En die worden ook allemaal belangeloos aangeboden door sponsoren. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dus het staat ook allemaal op onze website. Wat hebben jullie nog meer voor acties? We hebben onder andere het biljart, een bingo voor de Stichting Ouderen Bornebroek. Live muziek vrijdagavond, zaterdag overdag een darttoernooi. Zaterdagavond is de grote veiling. Zondagmiddag hebben we nog een Hollandse middag met Edwin en Bertus uit Almelo. Dus ja, dat gaat maar door. Het is weer een vol programma. En als mensen de studio willen zien, waar kunnen ze dan naartoe? Daar kunnen ze naar Café Brokkie, Entersestraat 2 in Bornebroek. Maar in het maatschappelijke leven zijn ze perfect geïntegreerd. Daarom Heracles voor de stadsprijs. Ze zijn terecht geroepen. Dankjewel, Koya Spiegelenberg.
en natuurlijk John Kluikman zijn heel benieuwd. Maar hier komt dan de ontknoping. Stadsprijs 2015 is gewonnen door... Heracles Almelo. Gefeliciteerd met deze stadsprijs. Hadden jullie het een beetje zien aankomen? Nou, dankjewel. Nee, we hebben het niet zien aankomen. Er zijn een aantal goede initiatieven genomineerd. Wat wel heel leuk is, kijk, op het moment dat je hem nu mag krijgen. We hebben een nieuw stadion geopend. We doen al heel veel, heel lang voor de regio eigenlijk. Niet alleen voor de Almeloers, maar voor de hele regio. Ja, dan is dit een fantastisch mooi moment. En als je dan toch eentje mag winnen, dan is de tiende ook wel een hele mooie. Hebben jullie al een mooi plekje voor het kunstwerk? Nee, we hebben er nog niet over nagedacht, maar het zal ongetwijfeld een mooi plekje gaan krijgen in ons nieuwe stadion. Dus dat komt zeker goed te staan. Jullie waren zo sportief en zo aardig om het geld weg te geven aan de andere twee genomineerden. Hadden jullie daar van tevoren al over nagedacht? Nee, hadden wij niet van tevoren over nagedacht. Maar ik moet er wel zeggen, van, ja, op het moment dat zoiets gebeurt en je ziet de initiatieven nogmaals voorbij komen, ja, dan heb je wel zoiets van, joh, ja, dat zijn toch prachtige initiatieven ook. Nou, en dan maar liever drie winnaars. Want ja, we hebben gewonnen, maar dan hebben zij ook in geldelijke zin absoluut... en ik vind ook dat ze eigenlijk winnaars zijn. Dus we hebben het mooi verdeeld en ik denk dat dat prima is. Feestje hier in het Hooghoes, hè? Waarom? Omdat de schrik 5 jaar bestaat. En wat is de schrik? Dat is een blad van de club voor bemensbeperking en door de bemensbeperking. Ja. En waarom mag jij nou, zeg maar, hier min of meer een van de hoofdpersonen zijn? Omdat ik 5 jaar geleden de eerste schrik aan de wethouder Theo van Wierden mocht overhandigen. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik in een timmerfabriek in Albergen. Ja. En wat is jouw grote hobby? Mijn grote hobby is zwemmen en roosterdansen. Wethouder Theo de Putter uit Wierden, wat hebt u met de club? Nou, wat heb ik met de club? Wat heb ik niet met de club, zou je haast kunnen zeggen. Wat ik in de club namelijk erg waardeer, is dat ze de mooie woorden die altijd in onze beleidsstukken staan, dat zij die ook echt waarmaken. In onze beleidsstukken, als je die doorleest, dan lees je allerlei hele interessante zaken over meedoen in de maatschappij en participatie. Maar mooie woorden, die kunnen niks en die doen ook niks. Maar de club, die doet het ook echt. Die maakt het ook echt waar. En dat waardeer ik bijzonder in ze. Nu is hier een feestje in het Hooghoes. En daar bent u een van de hoofdpersonen van, hè? Waarom eigenlijk? Nou, ik weet niet of ik de hoofdpersoon ben, eerlijk gezegd, of een van de hoofdpersonen. Maar het gelukkige toeval wil dat 5 jaar geleden, toen kreeg ik de eerste schik uitgereikt. En nu, na 5 jaar, heb ik het jubileumnummer in ontvangst mogen nemen. En nou, ik moet u zeggen dat ik dat wel heel plezierig vind, dat ze dat ook echt gelukt is. Want 5 jaar... Had u dat gedacht, 5 jaar geleden? Nou, eerlijk gezegd, toen ik het 5 jaar geleden in de Biep in ontvangst nam, toen zat er ergens in mijn achterhoofd wel een stemmetje, als dit maar goed gaat. Het is wel een waagstuk. En als wethouder financiën mag ik me daar niet aan wagen. Maar ik hou er wel van als mensen op deze manier de nek uitsteken. Een mooi blad, heel mooi blad, gratis. En nu na 5 jaar, het bestaat nog steeds en het groeit en bloeit als nooit tevoren. Dus prima. Ja. Ik drink op jullie allen. Toast. Op alle. En ik kijk ook vooral in de nieuwe schik, want uiteindelijk is dat wel de etalage waar jullie in staan. En wat jullie hebben gedaan met z'n allen. Geweldig. Proost. Zo mooi. Op een leven lang schik. Thank you.
Kun je iets vertellen over het midwinterhoornblazen? Dat wil ik zeker doen, Fons. Dat is het midwinterhoornblazen houdt in het aankondigen van het kerstkind. We blazen van de eerste zondag van Advent tot en met drie Groningen. Waar wordt er de komende tijd nog meer geblazen? Bij de scholen, in Almelo en omstreken. Ook niet te vergeten de goede midwinterhoornwandeling. Dus ik wil ook zeggen, in Geesteren. 26 blaaspunten. Heel veel blazers daar, een geweldige happening is daar altijd, ieder jaar opnieuw. Prachtig om te doen. Radusha betekent in het Russisch wees blij. En wij zijn een Overijssels Russisch vrouwenkoor. We hebben het plan inderdaad om aanstaande zondag mee te doen met het Korenfestival. En we zingen twee keer in de stad. Er is een koopzondag. En zingen vier koren zingen mee. Eigenlijk zou er een festival komen, maar er zijn niet genoeg koren. Maar wij zingen in elk geval wel. En we hebben twee optredens. De eentje is bij Talamini en de andere is bij Solera in de stad. Dus echt in de stad, daar waar Koopzondag zich beweegt, zeg maar. Het is gedeeltelijk in kerstsferen, dus wij zingen ook Russische kerstliederen. En we zingen ook daarnaast Russische liederen die meer op de volksmuziek gebaseerd zijn. Dinsdag 15 december hebben wij een optreden hier in Hof 88. En dat begint inderdaad, s'avonds om 7:30 gaan we een drie kwartier tot een uur zingen. En het is echt in het teken ook van de kerst. Daarna hebben we ook wat gelegenheid om met elkaar een glaasje te drinken en wat te kletsen. En het is echt voor iedereen. Iedereen die ons wil horen zingen, die kan aanstaande dinsdag 15 december naar Hof 88 komen. Hoeft geen intree. Aan het einde hebben we wel een vrije gift, omdat we natuurlijk wel nog wat geld nodig hebben om de kosten te betalen. Fotogroep Enniver 73. Dick Smit, een van de oprichters. Een grote fototentoonstelling in Enniver. Vertel er eens over. Nou goed, we zijn nu een jaartje onderweg als Enniver groep met groep 73. Eerst waren we twee zelfstandige groepen. Dat we dus in 2014 is, gooien de bullen bij elkaar. De 73 groep was een beetje meer op het presenteren en wedstrijden. En wij waren meer op de techniek en het fotograferen binnenshuis. Dus zo is de gedachte ontstaan om eigenlijk dit jaar per 1 januari de spulletjes bij elkaar te gooien. En zo gaan we dus verder als fotogroep Enniver 73. Nou zie ik hier aan al die wanden van Enniver, zie ik
allerlei foto's hangen. Is dit jullie eerste tentoonstelling? Dit is onze eerste tentoonstelling. Hè? Dus als gezamenlijke groep. Groep 73 had wel ervaring. Dat is ook wat wij als de groep Enifer graag wilden hebben. Hè? Van hoe zet je een expositie op, maar ook hoe doe je mee aan wedstrijden. En die ervaring hadden wij niet. Hè? Dus, en zodoende zijn we dus met fotogroep 73 samengegaan. Het is een groot scala aan foto's. Hè? Het is babyfotografie, het is kinderfotografie. Maar ook zeg maar, samengestelde foto's, dus foto's in lagen, hè, waarbij de lagen zeg maar, weggepoetst worden en daar dus een heel aparte foto weer uit tevoorschijn komt. Ook foto's van oude auto's in speciale bewerking. Ja, het is eigenlijk gebouwenarchitectuur. We hebben een brede kennisschala zeg maar, in de groep zelf, maar ook een breed interesse in de groep zelf in verschillende fotografie. Nou, Enifer is geopend van maandag tot en met vrijdags. Hè, dus van 8:30 morgens tot ongeveer 6:00. En dan van maandag tot en met donderdagavonds gaat het nog een stukje verder tot ongeveer 9:30. Dus de tentoonstelling loopt nog door tot 30 januari 2016. Bij het Liggende Zeils, bij het Boshart aan de Troelstralaan, zijn ze druk bezig allerlei activiteiten rondom de kerst voor te bereiden. Maandagmorgen kwamen er vrachtwagens voorrijden met kerstpakketten en die worden gefinancierd door het leger zelf. En ze zijn voor huishoudens onder ons die het door allerlei oorzaken financieel moeilijk hebben. Via maatschappelijke organisaties kon men daarvoor inschrijven. We hebben 300 kleine pakketten, dat is voor gezinnen van 1 tot 3 personen. En we hebben grote pakketten voor meerdere personen. En die kunnen zij vanaf maandag kunnen zij die ook komen halen. Daarnaast hebben we nog meerdere pakketten gekregen. Dat is van de Jumbo-actie, dat is een landelijke actie. Waarvoor we natuurlijk de Jumbo in Wierden heel hartelijk willen bedanken voor de medewerking die zij daaraan hebben verleend. En ja, daar wordt het diner van gekookt, 17 december. Ja, we zijn natuurlijk heel druk met de kerstvieringen die gaan plaatsvinden. 12 december dan... Op zaterdag staan de kerstpotten op diverse plekken in de stad, bij Bristol en bij CNA. Die staan er ook 19 december, staan zij ook bij Bristol en CNA. Dan hebben we 24 december hebben we kerstnacht. Die begint om 10:30, dat is de kerstviering bij ons in de kerk. Na de kerstnachtdienst hebben we muzikanten spelen in de nacht. Dat wil zeggen dat zij om 10:30 hier voor het gebouw een lied gaan zingen. En van daaruit waaien ze door de stad heen waar ze... Ook door de hele stad heen? Ja, je kan ze overal tegenkomen. Dus ben je op die tijd nog op straat, dan kun je ze tegenkomen. Yeah.